Pascal Grossi, het heeft niet mogen zijn. Analyseer deze wedstrijd eens. Nou, eerste helft, we komen direct op achterstand. We moeten direct een heel deel doelpunten inhalen. Ja, ik heb gevraagd aan de dames om rustig stukje per stukje, goaltje per goaltje in te halen. We waren in de eerste helft te zenuwachtig. We gingen te rap een shot. Dat was ook een heel raar begin, hè. Na 20 seconden is het 1-1 en dan wordt er 10 minuten aan de stuk geen enkel goal gemaakt aan Gevo beide kanten. Nee, dat is ook. En op dat moment dacht ik zoiets van, ja, ze zijn aan twee kanten even gewaagd, even gestresseerd voor toch die wedstrijd te willen winnen en geen domme fouten te maken. Maar je ziet ook aan onze kant, we maken af en toe de domste fouten eruit. En dan ja, krijg je de deksel terug op je neus. Zowel in de eerste helft als in de tweede helft. Maar ja dat is nu eenmaal handbal. Hè. Er is altijd een winnaar en een verliezer. En deze keer zijn wij het. Jammer. Maar het jonge Bocholt, dat mag ik misschien zeggen toch. Het jonge Bocholt heeft wel dit jaar indruk gemaakt in het vrouwenhandbal. Jullie zijn uitgegroeid tot een gevestigde waarde. Een ploeg waar vanaf volgend jaar ook rekening mee moet gehouden worden. Dat is zeker. Wij gaan zeker niet zeggen van na dit seizoen is het gedaan. Wij gaan proberen volgend seizoen even goed te doen. En misschien zelfs nog beter. Nu weten we wat dat is, de finale spelen twee keer. En dan zullen we wel zien wat volgend jaar gaat zijn. Maar sowieso zijn wij niet afgeschreven. We gaan blijven gaan, zeker met deze team. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel.